In Alsmeer dan is een journalist bedreigd. Het gaat om een 20-jarige camerajournalist van VLN Nieuws. Zij gaan 's nachts, als er branden of andere dingen zijn, op pad om daar beelden van te maken. Nou, zo ook dus van de week in Alsmeer. Deze man die ging er op pad. Die wil daar aan het filmen bij een brand. Werd vervolgens door omstanders gevraagd of gedirigeerd om weg te gaan. Het werd vervolgens dusdanig bedreigend dat hij wegvluchtte. En toen hij op een gegeven moment dacht, nou, ik kan wel weer terug om nog wat plaatjes te schieten. Ja, toen kreeg hij allerlei verwensingen naar zijn hoofd. En toen ging ik ietsjes meer afstand houden van het incident. En toen zagen de omstanders, het waren 3 omstanders, die zagen alsnog dat ik aan het filmen was. En die gingen daarop echt in de aanvalmodus. Niet van een ander was alleen. Move! Mevrouw, even rustig. Ja, het gaat nu wel weer goed naar omstandigheden. Ik heb vannacht wel niet, ik heb niet kunnen slapen, omdat ik weet natuurlijk niet, straks zoeken die mensen mijn naam op of weet ik het wat. En dan, ja. Dus dat is wel, het is wel schokkend. Ja, schokkend helaas is toch aan de orde van de dag. Steeds meer mediaorganisaties schaffen ook steekwerende vesten aan, bodycams om hun medewerkers te beschermen tijdens verslaggeving. Dit is blijkbaar dus de werkelijkheid waar we verzeild in zijn geraakt. Hoe komen we daar weer uit? Enig idee? Door het in ieder geval aan te kaarten, te benoemen en ook werk te maken van het moment dat je dit soort dingen ziet gebeuren. Ik zag op die beelden en ik hoorde iemand iets roepen van ik maak je dood. Mm-hmm. Nou, dat is een mooi bewijsstuk lijkt mij voor in de rechtszaal, om dat mensen die dat soort dingen doen aan te pakken. Dus lik op stuk lijkt mij wel heel erg wenselijk. Is dat inderdaad een bewijs voor in de rechtszaal? Kan je nu gewoon zeggen, zeker, we horen wie dit schreeuwt, we zien, we hebben bewijs van degene die dit schreeuwt? Natuurlijk moet de rest van de omstandigheden meenemen. En dat weet ik niet precies hoe het gegaan is. Maar dat wijst natuurlijk naar een ernstige bedreiging. Maar het belangrijkste is misschien, politie moet prioriteit geven aan de bescherming van journalisten. Kijk, onder die omstandigheden is ook politie waarschijnlijk aanwezig. Ja. En politie moet ook eigenlijk werk van maken, namelijk juist mogelijk maken het werk van journalisten. Begeleiden hen, beschermen hen tegen andere mensen. Kijk, het is toch raar, het lijstje dat u hebt voorgelezen van spullen, dingen die journalisten moeten bestellen, kogelvrij vest en zo. We zijn toch niet in Afghanistan of Oeruzkan? Lopen hier Taliban? Zijn die mensen Taliban van Nederland geworden? Ja, ze moeten zich schamen, joh. Ze moeten zich echt diep schamen. Het is een vrij land. Journalisten zijn vrij om te filmen, om te reportages te maken. En de anderen, als ze een mening hebben, kunnen ze hun mening uiten, maar ze hoeven niet te bedreigen en intimideren.